70.000 euro. Dat bedrag haalden 4 Nijmeegse ondernemers en 2 bestuursleden van de stichting Onkie Donkie op tijdens een inzamelactie. Donderdag op vrijdag sloten ze zich 24 uur lang op in een glazen sponsorhuis op de Grote Markt. Ja, groot succes. We hadden het echt niet verwacht dat het zoveel aandacht zou trekken en zoveel mensen zo gul zouden zijn. Ik ben met mijn vrienden eerst hij is voor kawaii gaan doen. En daarna ben ik nog met een vriendin cakejes gaan bakken en zelf verkopen. En dat heeft ons best veel geld opgeleverd. En daarna heb ik een auto gewassen en in totaal hebben we 21 euro opgeleverd. Omdat ik het goed vind dat kinderen met een beperking dus een hele leuke dag kunnen krijgen. Omdat ze heel vaak gewoon thuis zitten en niet heel veel kunnen doen. Omdat ze heel vaak moe worden en zo kunnen ze toch iets leuks doen. En lijken ze net weer een beetje een normaal kind. Na een beladen 24 uur kan ik nu zeggen dat ik me heel erg opgelucht voel omdat we iets verwezenlijkt hebben waarvan we nooit hadden durven dromen. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op dit hele evenement. Alleen een beetje jammer van de weersomstandigheden, anders was het misschien nog wat drukker geweest. Maar ja, zoals je ziet loopt het langzamerhand toch ook een beetje vol. Wij laten dit een jaarlijks terugkerend evenement worden. En met de meeste sponsoren hebben we ook een langdurige overeenkomst kunnen afsluiten. Waardoor we het ook kunnen garanderen dat we het gaan doen. Voor nu, muziek. En lachen en drinken! Nou ja, de organisatie ligt niet bij ons, hè. Dat is van 024. En,